Maandagnacht werd er op een brutale wijze ingebroken bij Romantovic in Uden. Net een nieuwe doorstart gemaakt en bezig met de verbouwing, klaar voor de opruiming, totdat de inbrekers toesloegen. We spreken met Maurice en Steinar, managers. Wat is er gebeurd? Maurice. Ja, we kwamen vanmorgen binnen en Steinar, mijn collega, zei: ik denk dat we een probleem hebben. Toen zijn we hier gaan kijken en troffen we deze chaos aan en bleek dat er hestensbedden zijn gestolen op brutale wijze. Ze zijn voor in het aan de gevelzijde zijn ze binnengedrongen en hier hebben ze de spullen weten naar buiten te krijgen. Steinar, wat hebben ze in totaal meegenomen? Diverse hersensbedden, waaronder een beetje de twee kostbaarste modellen van de wereld. Waaronder de Vividus en de 2000T. Die samen een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 90.000 euro. En diverse hersenstextiel. Wij moeten nog een overzicht maken van wat we eigenlijk allemaal tekort komen. Maar die bedden springen er natuurlijk uit qua gemis. En er stonden nog een paar dingen klaar, zagen we hier daar. En er staan nog twee van de wat duurdere modellen klaar, ook weer. De waarde van 60.000 euro die ze gelukkig niet mee hebben kunnen nemen. En dan zegt iedereen, was er geen alarm in deze winkel met al die dure bedden? Dat was een zeer geavanceerd alarmsysteem. Alleen op een of andere manier hebben ze op miraculeuze wijze hebben ze de sensoren kunnen ontwijken. Okay. En nu? Vrolijk verder? Ja, de boel weer oppakken, opruimen. We hebben al mensen ingeschakeld die uiteraard het pand komen herstellen. We gaan daar met mannenmacht gaan we de boel opruimen. En de technische recherche heeft daar het onderzoek afgerond. Dan kan de winkel weer open en dan gaan we weer fris aan de bak. Kan de opruiming beginnen? Dan kan de echte opruiming beginnen. Maar dan wel graag afrekenen.